voor mij er toch niet zo goed bij. Je wilt toch weten waarom ze zo vreemd doet? Ja, oké, maar ze is gewoon op stap met Annelien. En ik zit daar hier te stalken. Ze heeft misschien gewoon een minder dagje gehad. Stop. Dadelijk zien ze ons nog. We kunnen hier beter blijven staan. Huh, die zijn weer aan het uitgaan. Dat ze mij toch gewoon eens kunnen meevragen. Het is moeilijk om daar onopgemerkt binnen te komen. Tijd voor stap 2. Vermomming. Serieus? Ja, moet toch voorbereid zijn? Ja? Wauw, nu herkent ik mij dus totaal niet meer. Wacht nou eens, ik ben toch nog niet klaar? Veel beter. Wauw, oké, ja. Nee, nu herkent je mij inderdaad niet. Ja. Oké. Oh, kijk eens wie we hier hebben. Hebben jullie ons gemist? Wij jullie ook, zo. En u zeker. Zeg, ik ga nog unfinished business met mijn maat. Wil je dat met mij afmaken? Wees gerust. Ze gaat jullie rooibnol deze keer niet inpakken. Dus ze maken geen schijn van kans. Ja, ja. Wij weten wel wat jullie Stien hebben aangedaan. Dus jullie gaan nu zeggen van waar jullie die drugs hebben of ik bel meteen de politie. Wij zeggen allemaal, Stien, wat doe jij hier met al die jongens? Waarom zijn die aan uw lijf? Stop! Doe een keer kras. Problemen? Godverdomme, hè? Ja, misschien moet jij dit ook weten. Er worden echt meisjes gedrogeerd met rape drugs in je drankjes. Dus misschien moet je eens vragen aan security om de drankjes na te checken. In mijn café? Ja. Tammy. En als dat zo is, dan komt die gasten hier niet meer binnen. Ja, we niet gewoon door. Ik kom terug, ik ben echt nog veel vertellen. Oké. Wat de hel was dat allemaal? Je gaat me echt haten. Wat is er gebeurd met die gasten? Oké, Stien, nu maak je mij echt bang. Je weet dat Annelien en ik zijn uitgegaan samen, hè? Ja. Zet u anders even neer. Het is echt heel moeilijk voor mij om het te zeggen. En ik had het eigenlijk al veel eerder moeten zeggen. Maar ik ben bang voor ons, want ik wil u niet kwijt. Sam heeft gelijk, of wat? Hoezo? Ja, ze zei al dat je mij bedrogen hebt. Oh, en ik wil maar blijven verdedigen dat je dat nooit zou doen, hè? Dat je mij graag ziet. Een dwaas was ik eigenlijk al niet. Nee, Ruben, ik zou dat echt nooit, nooit, nooit doen. Allee, toch niet bewust. Ah, we gaan nog wel op alcohol steken ook. Je moet een beetje je eigen grenzen kunnen stellen, hè, Stien? Het is niet omdat je een keer te veel drinkt dat je een van een random dude moet staan kussen. Zo is het helemaal niet gegaan. Ik weet ook gewoon niks meer. Ja, ik weet dat ik dat drankje kreeg. En ja, vanaf dan wist ik echt niks meer. En Annelien denkt dat er iets in mijn drankje heeft gedaan, want dat drankje is echt blauw. En ja, oké, dan heb ik een jongen gekust, maar ik dat echt nooit, nooit, nooit doen. Ik kon onze relatie niet op het spel. Heeft er iemand iets in je drankje gedaan? Ja. Die gasten van hier net. Nee, maar het is te laat. Nu zijn ze toch al kwijt. Die laten hun kop nooit meer zien in dat café. Een degotante mensen. Hé. Hey. Sorry dat ik daar net zo boos reageerde. Ik had u gewoon moeten vertrouwen. En je moet je nergens schuldig over voelen. Voor mij is dat geen bedrog, dat is gewoon misbruik. Ik ben zo opgelucht. Ik dacht dat ik u kwijt was. Hey. Ik heb daar geen camera's. Ik zou er morgen misschien eens naartoe willen gaan. Dat we die gasten kunnen vinden voordat ze daar nog iemand aan doen. Hoe? Wil je graag de hele aflevering kijken? Ga dan naar VTM Go, maak daar een gratis account aan en dan kan je alle afleveringen van Vlog Hub Together #stories kijken.